Nog eens de opstelling, Wesley. Ga er nog eens snel door. Ja, dezelfde ploeg bij Genk. En dan vier wissels bij Mechelen. Van Orenbeek, Peiren, Van Nek en Malé die in de ploeg komen. Opschoofs. Nu gaat het snel. El Canous geeft mee voor Tresor. Dat is een 1-op-1 met Thibaut Peiren. Naar links of naar rechts, het kan allebei. Het is een corner. Die bal is geraakt, toch? Die bal is geraakt. Ja, dat zegt Tresor. Ah, beter chippen die bal. Op snelheid. Dat lijkt een simpel 1-2, maar het is wel goed gedaan. Hij scoort weer. Hij scoort weer. Daniel Munoz. Een actie die hij zelf inzet. En het is toch wel opvallend voor de Colombiaan. Vijfde goal intussen. Twee goals hier tegen Westerlo. Het zag er zo eenvoudig uit. Is het dan ook niet goed verdedigd? We hebben voor de uitzending, voor de wedstrijd gezegd tijdens de uitzending. Simpel is soms goed. En dan gaan we kijken. Nicolas Storm die gaat Munoz moeten dekken. Kijk, en dat is dan de spits. Hè. Die reageert net iets te laat. Molingoli die blijft aan de buitenkant staan. Ja, het is soms makkelijk om te zeggen. En ook een goede uitvoering. En dan met de linker tip. Hè. Ja, de tip van de schoen. Is een primeur. Is de eerste assist van Bilal El Canous. Ja, klopt. Ik wou net nog zeggen. Nog geen assist ook en nog geen doelpunt El Canous. En nu is de nul. De eerste. Al goed. Ik moet wel zeggen. Goed gelopen en goed afgewerkt door. Terug en veel volk op een kleine ruimte. Weinig speelruimte geven aan Mechelen. Schoofs met een goede vijns en de uithaal. Rob Schoofs. Heerlijke goal. Ik zeg het, hij speelt hier vaak goed. Vorig jaar maakte hij ook een hele goede op vrije trap, als ik me niet vergis. En dit is er ook eentje die hij zelf eigenlijk forceert. Ja, ook al is er niet genoeg druk op. Nee, 1-2'tje. Ook veel te simpel. Dan ben ik benieuwd. Hier, 1-2'tje. Maar het is eigenlijk uitgespeeld een beetje. El Canous, ja, die kijkt. En die moet toch weten als er op Schoofs, jij zei het nog beter dan straks. Jongens met een individuele actie, met een schot. Nou, die mag je niet laten aanleggen van een meter of 20, 22. Geweldige goal van Rob Schoofs. 1-1 KV Mechelen, topgoal. Rob Schoofs alweer. Peiren. Arteaga die heel mee moest met Heremans en daardoor Walsh. En wegleiden van McKenzie. Een dikke kans voor Sandy Walsh. 1-op-1 met Van der Voort. Hier gaan we het beter zien. Wegleiden goed van Walsh. Maar gewoon ertussen leggen. Nou, de jongens vooraan bij Genk hebben het gewoon even moeilijk. Heine. Munoz. Rossowski. Ja, in de draai. Hij is er nog altijd niet echt helemaal voorbij. Van Orenbeek daar nu zijn rechtstreekse tegenstander. El Canous. Mooi tussendoor. Peinsel. Goal. Die bal is over de lijn. Het is Arteaga die heeft gescoord. Het zijn Zuid-Amerikaanse goals. Gerardo Arteaga. Desde México. Jonas alleen was de laatste pas niet goed. Maar dit is een geweldige versnelling. Van Orenbeek kan niet volgen. Kijken, kijken, kijken. Tussen doelman en verdediging. 22 op 1 november. Argentijn. Ook een overtreding van Sandy Walsh. En Bilal Canous is zelf aan het tellen. Ja, ja, blijf dat rustig. Dat moet hij niet doen. Nee, nee. Dat heeft al een gele kaart gehad. Daar gaat hij eruit. Ja, ja, gaat eruit. Tweede geel voor Bilal Canous. Nou, dit is gewoon een overtreding. Maar hij hoeft het nog. Die heeft nu al oppassen. Mark McKenzie is hem even kwijt, maar doet het dan wel goed. Tresor heeft nu al meer minuten. En daar gaat Peinsel. Dan vorig jaar. En Peinsel, wat is hij snel? Joseph Peinsel. 1-op-1. Nu de tijd voor Samatta. Of voor Tresor. 3 keer voor een Frank. Het is er net op. We moeten vermijden van balverlies te leiden. Goede bal is dit. Mooi gespeeld van Rossowski. Tresor geeft mee aan Peinsel. Controle. En de goal. Hij verdient hem. Voor die ren van er straks. En Genk gaat toch weer winnen. Joseph Peinsel. Wouter Franke op het veld. Zeer goed gedaan van het aanvallend trio. Misschien niet de beste wedstrijd van. Moet je toch altijd in het vizier zijn van een bondscoach. Dat ja, hij was het al zonder heel veel te spelen. Die zou ik toch wel einde van de wedstrijd. De gebalde vuisten. De collectieve vreugde in de staf. Want natuurlijk andere jongens. Ex-Mechelen. Kevin van Dessel.